ben vanavond uitgenodigd voor een prettig gesprek met Theo van Gogh. De angry, not so young man van de Nederlandse film- en televisiewereld. Nou, een prettig gesprek is een simpele talkshow met één gast, veel sigarettenrook en goedkope techniek. Dus geen orkestjes of bandjes of andere rotzooi. Nee, het komt neer op een gesprek van man tot man. En in dit geval van man tot mannetje. En volgens mij moet ik hier zijn. Dit heet niet voor niks een prettig gesprek, mijn showtje. Ja. Dus het is de bedoeling dat die mensen zo goed mogelijk aan het woord komen. Het gaat over de hartstocht van mensen, dus voor hun werk of voor vrouwen. Of ik bij jou op BNN kom. Ja. Een uur per week. Ja. Meteen. En hoe denk je dat het komt dat bij heel veel interviews, het met 4 minuten heb je het eigenlijk al gehad van nou, ik ga de andere kant kijken bij veel talkshows en bij jou dat het toch vaak toch een uur leuk blijft. Waarom is dat? Hoe komt dat? Nou, omdat de meeste vragenstellers, maar ik word nu wel erg ijdel, maar dat de meeste vragenstellers niet wezenlijk geïnteresseerd zijn in degene die ze tegenover zich hebben. Dus dan ben je na 4 minuten ook al gauw klaar, ja. De meeste talkshows gaan toch, zoals bij Sonja, met een schelpje in de oor of bij Karel van der Graaf is alles van tevoren voorgeproduceerd. Dus de vragen zijn doorgenomen, de antwoorden zijn gerepeteerd. Of bij Ursel de Geer. Dat ze met grote borden aan de kant staan waar vragen op staan die moet stellen. Dat zijn mensen die zich meer beschouwen als een soort ledenpop. Ja. Dus die hebben geen vraag van zichzelf. Sonja is vast heel lief, maar heeft het verstand van een garnaal. Ik denk dat het voor Ursel de Geer ook geldt. Ja. Heb je wel eens spijt wat je zegt? Of? Zelden. Ik zit er niet voor mijn eigen ego, ik zit er niet om te winnen. Ik wil zo goed mogelijk gesprek met die mensen hebben. Je vindt het leven saai. Saai. Ik heb een keertje eentje met Ellen Blazer gedaan, de producenten van Sonja Barend. Dat liep voor geen meter. Ja. Ik ben een keer dronken op tv verschenen toen ik Hans van den Burg interviewde van Grupo Sportivo. Dat heb ik later teruggezien. Dat waren niet de gelukzaligste minuten van mijn leven, omdat het ging om wat te heftig. Ja. De vragen die over de liefde werden gesteld en zo. Ik kon duidelijk zien dat iemand een slokje op had, of tenminste wat gesnoven of zo. Ja. Ik had een fles cognac plus wat wodka en een fles wijn en zo. Dus ik was niet echt in top shape om niet pathetisch te worden. Ik verdien 1000 gulden per week met een prettig gesprek op AT5 en 3000 met het programma op RTL 5. Ik was dronken toen ik de deal maakte met Fons van Westerlo, dus ik heb gewoon vrolijk op een servetje heb ik een bedragje neergezet. Wat ik niet had moeten doen, ik had er meer uit kunnen halen, is me achteraf verteld. Ja. Ik vind het leuk om het te doen. Maar dat doe je niet. Jij vindt 2,5 ton per jaar, dat haal ik natuurlijk niet. Mijn ego is erg groot, maar dat hoeft niet bevredigd te worden op televisie. Met andere woorden, ik hoef niet de snelle, scherpe jongen te spelen, die ik trouwens meestal ook niet ben, want ik bedenk mijn scherpe opmerkingen meestal achteraf. Vandaar dat ik liever columns schrijf dan interviews maak, kan je zeggen. Waarom zie je er nou altijd zo, ja, zo onappetijdelijk uit? Ik bedoel, waarom is dat? Ik kan je brieven laten lezen. Is dat een image? Nee, ik ben zoals ik ben, dus ik ga in deze kleren, ga ik daar zitten met het lijf wat ik heb. Ik ben toen de moeder van mijn kind weg was, toen ben ik op een gegeven moment gestopt met drinken. Toen ben ik 40 kilo afgevallen in een half jaar ongeveer. En toen zag ik er wat appetijtelijker uit. Maar ik vind leven zo ontzettend saai. Als er geen alcohol aan te pas komt, althans die paar dagen in de week dat ik dat doe. Ja, ik heb de helft van de week mijn kind, dan drink ik absoluut geen druppel. Maar daarbuiten mag ik hem graag raken, ja. Wat kost een prettig gesprek om te maken? 6000 gulden vragen we daarvoor. Ja. Wat echt peanuts is. Voor RTL 5. Ja, er komt nog een bedrag bij voor de opnamestudio. Dus bij elkaar is het 11.000 gulden, geloof ik. Maar voel je je genaaid? Helemaal niet. Nee? Nou, ben je gek. Ik ben voor mijn ambitie gestraft. Ik kan je bellen. Ik kan me altijd bellen. Natuurlijk. Maar als ik dan zeg dat je een pak aan moet? Dan doe ik het niet. Nee? Ja, absoluut niet. En een overhemd met ook schotdas? Niet. Ook niet. Dus ik mag je geen contract daarvoor laten tekenen. Je doet aan wat jij wil. Oh, kijk, als je met 2,5 ton komt, denk ik, ach. Dat pak kan er nog wel bij. Dan wil ik over het pak wel nadenken, maar dan doe ik iets met het pak. Ja.
En dan is de kooppresentatie in handen van Henny Huisman. Oh, dat lijkt me enig. Ja? Ja, tuurlijk. Oké. Nou, bel ik je gauw. Dankjewel. Hartelijk bedankt voor dit prettige gesprek. Dankjewel. Oké. Een talkshow met Theo van Gogh en Henny Huisman. Briljant!